Zo, vandaag heb ik een enorme vegan mukbang gepland met heel veel lekkernijen. Ik heb expres een salade tussen de middag gegeten, want het is heel erg veel. En je zal wel denken, wat een rare combinaties allemaal. Maar dit is allemaal gemaakt met nieuwe artikelen uit de supermarkt. Of in ieder geval nieuw voor mij. En ik dacht, dat ga ik met jullie delen. Want het is echt, wauw. Het is echt, sommige dingen zijn echt, we hebben al een beetje geproefd en die zijn echt gewoon mind-blowing. Ja, wat misschien gelijk als eerste in het oog springt, bij mij in ieder geval, is deze sushi. Dit is nigiri sushi, als ik het goed uitspreek. En hiervan heb ik al een keer een vegan versie zelf gemaakt. Het staat op Wat Eet Je Dan Wel, zal ik hieronder linken. Maar dan was dat zalm, die zalm, was dan gemaakt van wortel. Ook een aanrader, maar wel veel werk en heeft heel lang de tijd nodig om te marineren. Ik ging nu voor gemak en ik heb dus die zalm vervangen door sashimi van Vegan Z-Star. En dat kun je kopen bij Jumbo Foodmarkt. En ook dat, al die gegevens ga ik allemaal verwerken in een artikel dat je hieronder gelinkt ziet staan. Ik heb dit al eens eerder gegeten, vorig jaar bij de Bijenkorf. Toen was ineens een soort vegan menu was er bij de Bijenkorf. En dat had ik toen geprobeerd. En ik meen me te herinneren dat dit dezelfde sashimi was die ik toen probeerde. Toen vond ik het nergens naar smaken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat bevallen. Ik vond het in ieder geval er zeer indrukwekkend uitzien. En ook de textuur, het is gewoon net echt. Als je niet beter weet, is het gewoon een blok zalm. Heel benieuwd naar. Ik heb dit dus gemaakt met sushi rijst. En dan een bepaalde manier gemaakt met sushi azijn, zout en suiker. En ook daarvan zal ik het recept hieronder zetten, vermelden. En ik heb er wat sojasaus bij geserveerd. Ik zal deze heel even weghalen. Maar kijk toch eens heel eventjes. Oh fuck. Oh shit. Oké. Ik ben geen pro, dat zul je wel zien. Ik kreeg ook hele leuke reacties op mijn vorige video. Dat ik dus niet, dat ik lekker nuchter ben. Nou ja, je ziet het. Geef mij maar gewoon een lepel. Maar goed, ik ga het nog een keer proberen. Ik eet die zo op natuurlijk. Ik ga het. Nee, dat gaat gewoon. Dat gaat niet gebeuren hoor. Het is ook een beetje in de weg dit. Ik ga het even weghalen. Ik heb dit trouwens gemaakt met een hele handige tool. Dit is een zo'n sushi rijst vorm. En daar doe je dan de rijst in. Dan druk je het aan. En dan heb je dus die scherp, die nette blokjes. Dus ja, gekocht bij de Aziatische supermarkt. Kijk hoe mooi. Hoe bizar. Hoe bizar echt het is gewoon. Ik ga het gewoon met mijn handen doen. Weet je, ik kom uit Rotterdam. En ja, hier zeggen we gewoon, doe maar lekker normaal. Dan doe je al gek genoeg. En al dat gekke gedoe met die stokjes, ik kan het gewoon niet. Oh, het valt helemaal uit elkaar. Oh jee. Dit is de Rotterdamse manier. Och jezus. Nou mensen, ik moet zeggen dat ik dit net heel als last minute heb gemaakt, die sushi. Die had gewoon wat langer. Oh, dit valt helemaal uit elkaar. Dat heb ik niet goed gedaan. Het gaat om de smaak. Ik ga dit gewoon proeven. Ik ga dit gewoon proeven. Kijk. Wauw. Dat is toch niet normaal? Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit rauwe zalm op heb. Wel gerookte zalm. Dat aten wij thuis vaak op verjaardagen zo met toastjes en zo. Dit maar gauw vergeten dit. Maar het was wel lekker. Ja, die zalm die heb ik hier dus ook liggen in hele dunne plakjes gesneden. Dat het vegan is, dat gelooft toch niemand als je niet beter weet. Dit is toch bizar? Echt bizar. Ja, ook de structuur is heel stevig, dus het valt niet uit elkaar of zo als je het heel hard indrukt. Het bounced gewoon weer terug, zeg maar. Indrukwekkend hoor. Hier kan je echt iemand flink mee in de maling nemen als je het niet zegt. Alleen de smaak, ja, dat durf ik gewoon niet te zeggen. Dat vind ik heel lastig omdat ik dat niet heb gegeten zelf. Gerookte zalm vind ik wel, dat ken ik nog wel, maar dit zou ik niet weten of dit echt smaakt. Maar ik vind het wel, zeker in combinatie met. Ik doe dit gewoon even lekker zo met sojasaus. Oh my god, ik maak er echt een zootje van, sorry hoor. Maar ja, ik ben ook niet zo'n vispersoon. Nou, hier kun je iemand dus echt mee flink in de maling nemen, denk ik. En deze sushi heb ik niet zelf gemaakt, maar komt bij Albert Heijn vandaan. Sommige Albert Heijns hebben zo'n sushi bar, zeg maar, zo'n sushi eiland waar mensen verse sushi staan te bereiden.
En heel af en toe dan koop ik deze sushi. Dit is de veggie mix en er staat op vegetarisch. Maar hij is ook vegan, want het is niet anders dan een nori vel gevuld met sushi rijst en avocado, komkommer en wortel. Het is niet heel spannend, niet heel bijzonder, maar voor af en toe, als ik heel weinig tijd heb om te koken s'avonds, of nou, geen tijd heb om te koken of geen zin, dan wil ik nog wel eens dit kopen. Of als lunch. Het is gewoon lekker. Het wordt echt van alles wat. Het is het meest rare mukbang misschien ooit, maar ik dacht, ik wil alles gewoon gelijk proeven. Want op de vorige video met die kaasplank had iemand ook gereageerd in de reacties van, het is zoveel leuker om je te zien proeven dan dat je het moet lezen. En dat is ook zo. Ja, je kan het wel omschrijven. Maar het is toch misschien het leukst om iemands reactie gewoon te zien. En ook laat ik het gewoon zien hoe het eruit ziet. En dat is toch anders dan op een foto, denk ik. Ik heb alles een beetje net allemaal bereid. Als je me volgt op Instagram, zag je op stories al voorbij komen dat ik Fabien, mijn vriend, dus niet vegan is, de bacon liet proeven. Van Z-Star ook. Of heet dat Z-Star? Dat heet dan geen Z-Star. Dat heet Vegan Junk Star. Want dat is van de Vegan Junk Food Bar. Te koop bij Jumbo Foodmark. Staat allemaal hieronder. En dit is bacon. Oké, okay, wat vind jij nou van die vegan bacon? Zal ik proberen? Ja. Wat dan? En ik had hem van de week geprobeerd. En toen had ik hem gewoon niet goed klaargemaakt. Toen was ik er niet zo heel erg van onder indruk. Ik had hem twee plakjes geprobeerd gisteren. Maar ik heb hem nu dus in een betere pan gebruikt. Met een betere anti-aanbaklaag. En flink wat olie. En lekker laten bubbelen, zeg maar. En ja, dan wordt het een beetje. Ik heb ook een stukje dat heel erg crispy is. Zo, dit ruikt echt zo lekker. En ik heb al een stukje geproefd net. Het is echt heel erg lekker. Het is een beetje crispy aan de buitenkant. En aan de binnenkant is het een beetje taai, zeg maar. Het is wel duur. Ik zal de prijzen en alles hieronder. Ik heb nu de bonnetjes niet hier. Dat heb ik hier bij me had, maar die heb ik hier niet bij me. Maar ik zal de prijzen hier allemaal onder zetten. Dus het is allemaal heel bewerkelijk om te maken. Maar hoe meer ervan verkocht wordt, hoe minder de prijs zal worden, neem ik aan. Dus laten we het vooral allemaal een keer kopen. Dan heb ik het volgende van de Vegan Junk Food Bar, zeg maar. Allemaal zelf gekocht. Vegan Z-Star Crispy Lemon Shrimps. Ja, en ook daarvan heb ik dus geen idee hoe dat hoort te smaken. Want ik heb dat gewoon nooit gegeten. Ik heb wel garnalen gegeten vroeger. Meestal met kerst een garnalencocktail. Echt een klassiek met kopsla. Maar dit heb ik nooit gegeten. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb ze gefrituurd. Ik had ze van de week even twee gebakken. In wat olie. En toen vond ik niet zo lekker. Maar misschien nu wel. Ik ben heel erg benieuwd. Oh. Nu zijn ze veel beter. Oh ja. Kijk, nu zie je wit. En als ze zo uit de verpakking komen, en ik had ze gewoon veel te kort gebakken, dan is de binnenkant een beetje jelly-achtig. Dat vond ik echt niet lekker. Ik dacht echt, wat moet hier nou lekker aan zijn? Maar nu heb ik ze gewoon goed gefrituurd. En ik heb geen frituurpan. Ik doe dat gewoon in een pannetje met een laag olie. Gewoon zonnebloemolie. Ja, dit is echt lekker. En wat heb ik hier nou bij? Ook iets wat fantastisch, wat van de week is uitgekomen bij Albert Heijn. Vooralsnog verkrijgbaar. De hele bekende aioli, maar dan vegan. En maar 1,39, dus heel betaalbaar. Zo. Oh my god. Het is zo lekker dit. Oh, dit is echt lekker. Ik heb een klein feestje met mezelf. Het is zo zwaar, hè, om vegan te zijn. Oh my god, het is soms echt afzien hoor. Ja, die vegan aioli is echt de bom gewoon. Zo lekker dit. Oh my god. Dit is trouwens een soort feestmaaltijd ook. Want ik heb net, echt daar, ik denk een half uur geleden, de 1K aangetikt hier op YouTube. Ik ben zo blij mee. Zo'n 1000 abonnees. Yes, echt top. Ik ga dit even wegzetten. Ik had nog meer gekocht bij Jumbo Foodmarkt. Bedda plakjes cheddar kaas. Ik heb deze volgens mij nog nooit gehad. Dit merk heb ik ook nog nooit iets gehad. Dus ook voor mij was dat nieuw. Want ik heb het net dus wel geproefd. Dit is echt bizar. Dit is Good and Green. Plant-based speck. Dit is op basis van
tarwegluten en harde tarwebloem. Ik heb al heel wat vegan vleeswaren geprobeerd, dus de vegan ham en zo en vegan boterhamworst. Maar dit is echt helemaal nieuw voor mij. Ik heb nog nooit zo'n structuur geproefd of gezien. Als je dit zo, het is zeg maar, dit is echt seitan, hè? Dit is fantastisch. Seitan is fantastisch spul. Kijk, het rekt een beetje, net als echt vleeswaren, zeg maar. Als je dit zo scheurt, dan ja, dit is gewoon net echt. Ik heb het ook met Fabien laten proeven, maar we vonden dit allebei niet zo wauw. Het is niet vies, het is wel, ja, het is oké, maar ik zal het nu nog een keer kopen. En deze, dit is de ham. Ja, dat is echt een heel ander verhaal. Dit is gewoon ham. Ik weet niet hoe ze, ja, dus blijkbaar met seitan. Want ik neem aan dat het ook met seitan is. Ja, tarwegluten. Dus tarwegluten, seitan. Dit is gewoon vlees, weet je. Dit is gewoon net echt. Dus als je vlees mist of je kan het allemaal niet opgeven of zo, je hebt er moeite mee, probeer dit. Dit is gewoon bizar. En toen had Fabien wel een goeie. Hij zei dat het lijkt op dat, daar ben ik de naam kwijt, wat ze dus normaal om parmaham. Nou, toen dacht ik ineens, ik heb nog een meloen liggen. Hey, kijk eens eventjes. Wat een heerlijk Hollands ouderwets hapje ik hiermee heb gemaakt. Meloen met parmaham. Dit is toch mindblowing. Als je gewoon een verjaardag hebt, of zo, of een feestje. Als dit allemaal voorbij is, corona gebeuren, dan moet je dit gewoon, moet je niks zeggen. Kijk, ik kan dat niet doen, omdat mensen weten dat ik dat nooit echt parmaham zou gebruiken. Maar stel dat je in een situatie bent waarvan mensen dat niet per se van jou weten, zet dit gewoon eens op tafel. Zo, iedereen trapt erin. Niet normaal. Echt niet normaal. Mindblowing, echt waar. En met die ham en die kaas van Bella. Ja, we gaan nu echt alle kanten op hier culinair. Dacht ik ineens. Hé, ik maak even een tosti. Dus ik heb ook nog een tosti gemaakt. Hij is helaas al een beetje afgekoeld. Ik ga even een hapje nemen. En die kaas is echt goed gesmolten hoor. Die lekkere romige kaas. Net heel lekker. Even terug naar mijn favoriet dan maar. Bacon. Oh my god. Bacon is echt. Ik ga even een crispy. Want ik heb twee batches gebakken. Eén wat langer, wat echt crispy onderin. En één wat slapper, zeg maar. Lekker man. Oh, wat lekker. Ik ga ook nog een paar vragen beantwoorden die via Instagram binnengekomen zijn. Ik had gevraagd, heb je een vraag voor mij? Daar kwamen behoorlijk wat vragen binnen. Daar ben ik heel blij mee. Dus ik heb er al een paar beantwoord in de vorige video en ik ga er nu weer een paar beantwoorden. Ja, dit is er één die wordt altijd veel gevraagd. En eigenlijk kan ik dan altijd rekenen op heel veel linkjes in mijn inbox. Maar ik eerlijk gezegd niet zo op zitten wachten. Want kijk, de vraag is, hoe ga jij om met voer voor je katten? Ik denk dat iedereen dat voor zich uit moet maken. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik het doe en wat mijn mening daarover is. Mijn mening is dat katten niet, op dit moment in ieder geval, niet veganistisch kunnen leven. Want dan missen ze gewoon een stof en dan worden ze niet beter van. En ik weet ook, ik heb het niet gevraagd, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat mijn dierenarts er ook totaal niet achter zou staan. En ja, ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. Ik heb gekozen om veganist te worden. Maar voor katten vind ik dat echt een ander verhaal. Katten hebben een heel ander lichaam. Een hele andere spijsvertering. Een ander gebit. En ja, natuurlijk voelt het wel tegenstrijdig. Want zelf wil ik niet dat er dieren hoeven lijden voor mijn stukje vlees. Dus eet ik het niet. En dan koop ik toch vlees voor de katten. Of vis. Maar ja. Ik geef dus onze katten wel kattenvoer, meestal vis, maar ook vlees, brokken. En ja, Remy, onze hond, ook. Die krijgt ook vlees. Dus ja, ik hoef niet, hoe goed bedoeld ook, allerlei linkjes met artikelen over waarom het wel kan. En of welke fabrikant wel meent dat het allemaal kan. Ik ben van mening dat het niet goed is voor je kat. Dus ik waag me daar niet aan. Oké, de volgende vraag. Maak of koop je wel eens vlees voor je vriend? Mijn man vindt dat ik dat best kan doen, ik niet.
Ja, mijn vriend Fabien is dus een vleeseter. Al moet ik zeggen dat hij echt heel vaak plantaardig met mij mee eet. Maar hij eet gewoon, zeg maar, niet gewoon, want het is helemaal niet gewoon eigenlijk, ja. Maar hij eet dus vlees. En nou is het wel zo, zeker in deze tijd met corona, ben ik toch degene die het meeste boodschappen doet, omdat hij nu thuis werkt en ik gewoon meer de gelegenheid heb om boodschappen te doen. En ja, dan neem ik wel eens wat mee. Als hij dan bijvoorbeeld gaat barbecuen, dan neem ik wel eens, dan geeft hij dus op wat hij wil en dan stuurt hij plaatjes, want ik heb echt geen idee. En dan neem ik dat mee. Maar maak ik het klaar? Nee. Al was het alleen maar omdat ik geen idee heb hoe je vlees klaar moet maken. Ik heb geen idee en het lijkt me ook niet lekker. Tenminste, het lijkt me ook niet smakelijk. Het lijkt me vreselijk om te moeten maken. Dus nee, ik maak niet voor hem klaar. Dat doet hij gewoon zelf. Maar ja, ik neem het wel voor hem mee als hij dat vraagt. Wat is je mening over iemand die veganistisch en paard rijdt? Die vraag krijg ik ook vaak. Ik ben helemaal niet bekend in de paardrijwereld. En ik weet er ook te weinig van om er echt een heel goed antwoord op te geven. Maar mijn indruk is dat er niks mis mee is. Kijk, als je echt die paarden, je paard, vaak zijn het. Ik heb wel eens iemand gekend en die had een paard en die was daar helemaal dol op. En dat beest, dat werd zo goed verzorgd. En dan denk ik alleen maar, ja, zo'n paard moet toch goed verzorgd worden. En dus ik zie er eerlijk gezegd geen kwaad in. Heb je tips om aan te komen als vegan? Heb al bijna mijn hele leven ondergewicht. En dat vind ik hele lastige vragen. Zodra het over aankomen, afvallen en gezondheid gaat, verwijs ik altijd door naar diëtisten. Je hebt plantaardige diëtisten, die ik altijd noem, is Lopke Vaassen. Je kunt haar vinden op Instagram. Zij heeft ervoor geleerd en ik niet, zo zeg ik het altijd maar. En dat is niet mijn. Ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Omdat dat wel. Ja, ik zou dat wel zeker onder begeleiding van een arts doen. Of in ieder geval van een diëtist. Dus dat zou ik je niet ook mee kunnen helpen. Mag je nog gewoon medicijnen nemen als je vegan bent? Ja, kijk, daar sta ik ook heel nuchter in, denk ik. Medicijnen zijn er om je beter te maken. En helaas heb je geen keus, meestal. Je hebt, ja, als een dokter jou medicijnen voorschrijft, ga er maar van uit dat ze waarschijnlijk niet altijd vegan zijn en dat ze ook op dieren zijn getest. Ik vind het afschuwelijk. Maar wat is het alternatief? Dat is ziek worden en daar wordt niemand beter van. Dus je kan er natuurlijk naar vragen bij de apotheek, van hebben jullie een plantaardig alternatief? Maar ja, ik weet zeker dat heel veel medicijnen die verstrekt worden op antibiotica, dat het niet, ja, ik weet het eigenlijk niet, het zal niet vegan zijn. Ik heb daar niet de kennis van, maar ik probeer er zelf niet te veel bij stil te staan. En ja, dat is dan het grijze gebied, waardoor ik denk dat niemand 100% vegan kan zijn. Niemand kan 100% vegan zijn, al zou ik nog zo graag willen. In deze samenleving is dat niet te doen, helaas. Nou, dat waren de vragen voor deze keer die ik heb beantwoord. Ik besef me nu net alleen, ik ben één product helemaal vergeten en dat komt omdat die in de diepvries ligt. En dan ben ik gewoon helemaal vergeten om die ook mee te nemen. Die heb ik dus gekocht. Dat heet Oomph Pulled Oomph. Epic Veggie Eating for Free Range Humans. Ik had hem al op Instagram voorbij laten komen gisteren in een story. Dit heb ik dus gisteren geprobeerd en ja, dit is bizar. Ik heb het gebakken en ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, want het is wel op soja volgens mij. Maar het is zo een structuur, die heb ik nog niet eerder op die manier echt gezien hier. Het is heel apart. Het valt een beetje uit elkaar. Het is een beetje haché vleesachtig. Lekker spicy. Het is heel apart. Het is een beetje draadjesvlees. Dat is denk ik het woord wat ik zocht. Het is een beetje draadjesvlees. Het is in ieder geval wel onvergetelijk lekker. Echt waar, het was heel bijzonder. Ja, wauw. Dat kan ik niet hebben vergeten, maar goed, ik ben hem vergeten. Nou, dat was het dan alweer. Ik heb alles gehad, behalve dus die pulled oomph. Wat een aparte naam. Pulled oomph. Behalve die, want die ben ik dus gewoon weer vergeten. Die ligt dus in de vriezer. Maar daarvan lees je dus alle details, zoals prijs, ingrediënten, waar je het kan kopen. Hieronder in het linkje naar Vegan in de Supermarkt op wateetjedanwel.nl. En ja, ik vond het weer heel erg leuk om te doen. En ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien. En er volgt snel weer een nieuwe video, want ik heb de smaak te pakken.
Dus tot gauw. Doei!